Mijn naam is Dirk Venema. Ik zal proberen deze avond in goede banen te leiden. Feiten zijn geen feiten. Dat heb ik geleerd in mijn rechtenopleiding. Maar dat ging erover dat feiten in een juridische context altijd op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Dat ging niet over de vraag of resultaten van wetenschappelijk onderzoek op heel radicaal verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. En nog weer een ander soort feiten zullen hier worden besproken. En of die al dan niet een goede of een slechte rol spelen in de vorm van waarheid of onwaarheid of betwiste waarheid of wat dan maar ook. Wat we vanavond voor u hebben is een mooi programma. Eerst geeft Ronald Tinneveld een lezing over waarheid en postwaarheid in verkiezingstijd. Er zal dan een korte gelegenheid zijn voor vragen. Daarna gaan we snel door met een gesprek met Peter van der Heijden en Lisbeth Hermans over de rol van informatie. Wat voor informatie bij het winnen en het winnen van stemmen, het trekken van stemmen. Ook dan hebben we een kort vragenrondje. Dan gaan Bebrei en Gudrun Reiniersen in gesprek over de rol van hoe iemand overkomt en wat dat allemaal doet. En vooral met, in verband met verkiezingen en verkiezingsspeeches en debatten. Dan hebben we ook weer een kort vragenrondje. En daarna is het de beurt aan Erik Sanders. Die heeft een mooie alternatieve peiling, peilingsmethode gemaakt, namelijk door op Twitter metingen te verrichten en daaruit conclusies te trekken over voorspellingen te maken over hoe het met de verkiezingen zal gaan verlopen met verschillende partijen. Daar staat hij, gesprek met Erik Sanders. En dan, als het goed is, dan hebben we om 9:30 weten we allemaal wat feiten zijn, wat de rol van feiten is in verkiezingstijd. En dan zou ik als eerste graag het woord willen geven aan Ronald Tinneveld. Oké. Goedenavond, dames en heren. Het is altijd aardig om door een van mijn meest favoriete collega's aangekondigd te worden. Dat doet hij anders nooit, dus dit is een mooie gelegenheid. Oké, 20 minuten, dus ik ga heel stipt timen, want anders word ik afgebroken. Dus als ik op een gegeven moment stop en u denkt het verhaal is niet afgelopen, dan ligt het niet aan mij, of eigenlijk wel aan mij, maar dan ligt het aan de tijd. Maar ik zal het in de gaten houden. Ik zou het met u willen hebben over waarheid en politiek. En om daarmee te beginnen wil ik teruggaan, en dan moet ik even kijken, naar 21 januari van dit jaar. Dat was een dag na de inaugurale rede van Donald Trump. En als kerstverse president houdt Trump een toespraak in het hoofdkwartier van de CIA. En u kunt het zich ongetwijfeld nog herinneren. Gefrustreerd over de mediaberichten dat de opkomst bij zijn inaugurale rede veel lager waren dan bij die van de tweede inaugurale rede van Barack Obama, zegt Trump het volgende. En dit is een kort fragment. I get up this morning, I turn on one of the networks and they show an empty field. I said, wait a minute, I made a speech. I looked out. The field was, it looked like a million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing there. And they said, Donald Trump did not draw well. I said, it was almost raining. The rain should have scared him away, but God looked down and he said, we're not going to let it rain on your speech. Wat zien we hier? Dus wat we zien is natuurlijk Trump die beweert dat er minimaal 1 of 1,5 miljoen mensen waren bij zijn inaugurale rede en dat zelfs God op zijn hand was. Nou, interessant genoeg laten de camerabeelden van de National Park Service iets anders zien. Niet dat God niet op zijn hand was, maar wel dat er veel minder mensen waren dan er in werkelijkheid waren. Nu, waarom een kerstverse president zich genoodzaakt voelt om een loopje te nemen met de waarheid, dat blijft een interessante vraag. Problematischer is evenwel dat het niet bij deze onwaarheid bleef en dat hij niet de enige politicus is die zich hieraan schuldig maakt. Wat volgde was een lange reeks van leugens, verdraaide waarheden, alternatieve waarheden, etc. Zowel van Trump als van anderen. Nou, hoe moeten we deze situatie en de bredere toestand waarin we tevens geconfronteerd worden met nepnieuws en internettrollen eigenlijk begrijpen? Steeds vaker wordt de term post-truth of post-waarheid gebruikt
om een schets te geven van de problemen waarmee we op het vlak van politiek en media worden geconfronteerd. Maar waarop slaat die term post-truth of post-waarheid eigenlijk? En hoe kun je je tegen dat fenomeen weren? Nu, post-waarheid of post-truth is denk ik een bijzonder interessante en tegelijkertijd ook problematische uitdrukking, vooral wanneer ze gebruikt wordt in combinatie met het woord politiek. Zoals in het begrip post-truth politics of post-waarheid politiek. In het Engels klinkt het net iets mooier. Als bijvoeglijk naamwoord heeft post-truth betrekking op die omstandigheden, en ik volg hier een definitie, waarin een beroep op emoties en persoonlijke overtuigingen een grotere invloed heeft op de publieke opinievorming dan een beroep op objectieve feiten. Nou, waar we ons onmiddellijk bewust van moeten zijn, is dat die uitdrukking post-waarheid geen neutrale lading heeft. Het is een begrip met een negatieve connotatie. Indien meningen en emoties belangrijker zijn dan ratio, kennis en feiten, dan raken we iets belangrijks kwijt voor een democratische samenleving zoals die van ons. Maar de vraag is, wat raken we dan kwijt? En waarom is datgene wat we kwijtraken belangrijk voor onze democratische samenleving? Nu, wat mijns inziens die term post-truth zo interessant maakt en tegelijkertijd ook zo problematisch, is dat we post-waarheid en post-waarheidpolitiek weliswaar gedeeltelijk kunnen begrijpen om bepaalde fenomenen te duiden in onze maatschappij. Namelijk dat politici feiten naast zich neerleggen en burgers nepnieuws voor waar aannemen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat door dat begrip te gebruiken bepaalde maatschappelijk gegroeide scheve verhoudingen op scherp worden gesteld. En die verhoudingen zijn juist de voedingsbodem voor mensen als Trump en anderen om zich te kunnen gedragen zoals ze doen. Want de leugens van Trump hebben immers vooral zo'n weerslag omdat er weinig tegengas wordt geboden door medepolitici en omdat burgers politieke leugens op hun punten geen probleem vinden en zich niet actief organiseren tegen dit soort fenomenen. Wat ik in de komende 14 minuten, en dan time ik goed, in grote stappen en lijnen met jullie wil doornemen, is dat de term post-waarheidpolitiek eigenlijk op minimaal 3 misvattingen steunt over de aard van wat politieke meningsvorming en wilsvorming is. En die 3 misvattingen die veroorzaken of versterken eigenlijk een kloof tussen burger en politiek. Nu, wat zijn die 3? En hier geen plaatjes, maar praatjes. Op de eerste plaats de gedachte dat politiek draait rond een soort koele, redelijke deliberatie waarin geen plaats is voor passies en emoties. Dat is de eerste. De tweede, de gedachte dat politiek eigenlijk primair bedreven zal worden op basis van objectieve feiten. En de derde, de gedachte dat ons beeld van waarheid in de wetenschap een soort model levert om ook politiek te begrijpen. En ik denk daar zitten 3 interessante misvattingen die in dat begrip post-truth naar voren komen en die ook iets laten zien over onze tijd. Ik zal beginnen met die eerste. Dus een vermeend dualisme of tegenstelling tussen passies en politiek. Of, als je daaraan een ander dualisme ten grondslag wil leggen, tussen reden en emotie. Meer specifiek wil ik teruggaan tot de aflevering van Pauw en Jinak van afgelopen maandag. En wat we daar zien is premier Ratten... Sorry, Ratten. Oei. Ik laat mijn politieke voorkeur hier buiten. Het nadeel is, het wordt opgenomen. Nou was natuurlijk Maxime Verhagen was wel de rat, maar dat staat hier los van. Rutte heeft volgens mij niet als bijnaam de rat, niet voor zover ik weet. Freudiaans verspreking. Hij is de gast en hij komt daar tegenover een groep boze Groningers te zitten. Dit is het fragment. Nou, ik denk dat het heel verleidelijk is om in dit fragment een soort tegenstelling te zien tussen redelijkheid en passie. Of nog sterker, tussen redelijkheid en ressentiment. Rutte probeert het standpunt en het beleid van het kabinet op rustige toon toe te lichten en te verdedigen, terwijl de Groningers proberen hem met spreken te bemoeilijken en papiertjes op omhoog houden met not my president. Waarom daar not my president staat en niet mijn minister-president, weet ik niet. Waarschijnlijk was het dan te veel. Het blijft gokken. Maar ik denk dat we in het klein daar op een probleem stoten. Of in ieder geval wat mensen als probleem naar voren schuiven. En dat is een probleem waarmee onze politiek de afgelopen decennia steeds vaker geconfronteerd zou worden. En dat is dat het ideaal van een rustige, redelijke en afstandige deliberatie bruut wordt verstoord door de irrationele passies van burgers die zich tot woede en haat laten aanzetten door de opzwepende retoriek van nationalistische en populistische politici. Passies leiden tot haat en geweld en ondergraven daarmee het redelijke debat.
Dat is een soort probleem dat wordt geschetst. Nou, ik denk dat het niet moeilijk is om in te zien dat dit beeld van politiek als redelijk afstandelijk en cool proces niet klopt. En ik gebruik daarvoor de Amerikaanse filosoof Michael Walzer, die in zijn boek Politics and Passions eigenlijk heel overtuigend laat zien dat het dualisme tussen politiek en passies op een misverstand steunt. Wat zegt Walzer? Volgens Walzer zijn passies niet meteen verstoken van redelijkheid en kan werkelijk overtuigende politiek niet zonder emoties en passies. Neem die Groningers die tegen Rutte ingaan. Die emoties die ze tonen maken het voor Rutte weliswaar moeilijk om te spreken, maar ze hebben wel degelijk een redelijke grondslag. Hun huizen staan op instorten, terwijl al jarenlang er een discussie over is geweest en men gewaarschuwd heeft tegen gaswinning in Groningen. Emoties bovendien, zoals verontwaardiging over onrechtvaardigheid en ongelijkheid, zijn, zou je kunnen zeggen, in wezen ook nodig om mensen te binden. Om mensen aan je te binden om politieke veranderingen mogelijk te maken. Want indien politieke besluitvorming niet verandert, dien je soms figuurlijk, soms letterlijk een vuist te maken. En Michael Walzer drukt dit als volgt uit. En ik heb een Engels citaat, het enige. Hij zegt, no political party that sets itself against the established hierarchies of power and wealth, no movement for equality or national liberation, for emancipation or empowerment, will ever succeed unless it arouses the affiliative and combative passions of the people at the lower end of the hierarchies. Dus het is, denk ik met andere woorden, een soort problematische fictie om passie en politiek als tegengestelde grootheden te zien. Het is een fictie die groepen in de samenleving bovendien tegen elkaar opzet en bestaande kloven verder versterkt. Want indien de verontwaardigde burger overmand zou zijn door passies en emoties, dan is hij van iedere vorm van redelijkheid ontdaan en vormt hij een bedreiging voor het politieke proces. Wij, de hoge opgeleiden, zijn dan redelijk intelligent en we staan tegenover zij, de gepassioneerde, de irrationele, de mensen die geen overtuiging of oordeel hebben, maar een mening en een dogma verkondigen. Dus dat is de eerste misvatting waarbij ik zeg, daar moeten we mee oppassen op het moment dat we spreken over postwaarheid. De tweede misvatting die ik wil bespreken is de gedachte dat politieke meningsvorming en politieke wilsvorming primair gevoed moet en kan worden door objectieve en voor zichzelf sprekende feiten. Politiek is dan, volgens die misvatting, het domein van feiten en kennen. En deze mogen niet aan de kant geschoven worden door louter subjectieve en simpele meningen. Nou, ik wil opnieuw kort een fragment laten zien om deze misvatting in te leiden. En in dit fragment zien we de Republikeinse senator James Inhofe, die probeert aan te tonen dat de opwarming van de aarde slechts bedrog is, of in het Engels een hoax. Dat het een fundamenteel probleem is wanneer breed gedragen wetenschappelijk onderzoek over klimaatverandering met een sneeuwbal van de tafel wordt geveegd, is denk ik evident. Dat zal duidelijk zijn. Wetenschappelijke onderzoeksresultaten, hoewel ook die steeds voor interpretatie en herinterpretatie vatbaar zijn, hebben een andere status dan die van een louter subjectieve mening. En kunnen in die zin een bepaalde begrenzing opleggen aan wat politiek mogelijk is. En hetzelfde geldt, denk ik, voor de idee van objectieve feiten in het algemeen. Politiek kan niet vrij zijn van feiten. Want feitenvrije politiek bedrijven is zoals het bouwen van een luchtkasteel. Een lichtzinnige, onrealistische en potentieel zeer gevaarlijke activiteit. Politieke menings- en wilsvorming dienen binnen bepaalde realistische kaders te blijven. Want niet alles in onze natuurlijke sociale en economische realiteit is even oprekbaar en voor verschillende interpretaties vatbaar. Ik denk dat we daar wel over eens zijn. Maar wat we niet moeten vergeten, en daar komt die misvatting naar voren, is dat de omgekeerde technocratische reflex eveneens bijzonder problematisch is. Feiten leiden immers niet direct tot politieke oordelen of politieke beslissingen. Werkelijk politiek neutrale feiten zijn moeilijk te vinden. Feiten worden op politiek vlak immers geselecteerd, gecombineerd en geïnterpreteerd. Zo vormt een vaststelling dat een beleidsmaatregel tot een toename van de overheidsschuld zal leiden op zich geen voldoende reden om die maatregel ook aan de kant te schuiven. De omvang van de overheidsschuld vormt immers geen objectieve toetssteen voor politieke beslissingen, maar een waardeoordeel of een richtsnoer. Als samenleving vinden we het schijnbaar moeilijk om schulden aan te gaan. Of we hebben internationale afspraken die zeggen dat de schuld van de overheid niet boven een bepaald percentage van het BBP mag uitkomen. Maar dan gaat het wel
om een keuze, om een waardeoordeel. Dus politieke beslissingen steunen op waardeoordelen en interpretaties van feiten. En dat geldt niet alleen voor morele en ethische vragen, maar ook voor pragmatische kwesties. Pragmatische kwesties gaan over de vraag wat het meest geschikte middel is om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld, welke oplossing kiezen we voor het fileprobleem? Proberen we het bestaande wegennet uit te breiden? Of willen we mensen stimuleren om het openbaar vervoer te nemen? Die afweging tussen middel en doel staat centraal. Maar dat doel dat impliceert een keuze. Dat impliceert een afweging. Dat impliceert een bepaalde evaluatie. Dus politiek bedrijven, denk ik, is ook iets heel anders dan wetenschap beoefenen of een wiskundig probleem oplossen. En ik ben niet de enige die dat natuurlijk verkondigt. We hebben dat de afgelopen jaren in de Nederlandse media vaker gehoord. Bijvoorbeeld door mensen als Jos de Beus, Frank Ankersmiet of Luc van Middelaar. Binnen de wetenschap zouden feiten wel degelijk een doorslaggevende rol spelen bij twisten en deliberaties en debatten. Maar binnen de politiek hoeft dat helemaal niet altijd het geval te zijn. En wie pretendeert dat politiek inherent over objectieve en onveranderlijke feiten gaat, die schotelt anderen niet alleen een verkeerd beeld voor van wat politiek eigenlijk is, maar maakt het ook mogelijk en zelfs makkelijker om groepen burgers, activisten of politici buitenspel te zetten. Zij beschikken niet over de feiten en wij wel. Zij weten niet hoe de werkelijkheid in elkaar zit, maar wij wel. En daarmee kom ik tot de derde misvatting die ik wil bespreken. De gedachte dat het in de politiek vooral om waarheid of wetenschappelijke waarheid zou moeten gaan en niet om macht, onderhandelingen of normatieve keuzes. Politici streven bestuurlijke macht na, zijn meestal bereid om te onderhandelen, formuleren overtuigingen, oordelen, meningen en hebben, als het goed is, een ideaal van hoe de samenleving er in de toekomst zou uit moeten zien. Soms zijn die oordelen, overtuigingen en beelden gebaseerd op objectieve feiten, en in plaats van objectief tussen aanhalingstekens, maar soms ook niet. En dat maakt het problematisch, denk ik, om waarheid naar voren te schuiven als primair of enig criterium om over politiek te spreken. Over claims, uitspraken en oordelen. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Een politicus die tijdens een hevige onweersbui zonder enige spoor van ironie zegt: de zon schijnt, ja, die liegt. Hij of zij doet een uitspraak over externe werkelijkheid die toetsbaar en weerlegbaar is. Maar de meeste politieke uitspraken zijn niet van die aard. Dus voor de meeste politieke uitspraken gaat het gewoon niet op dat je vast kunt stellen of ze waar zijn of niet. Laat ik een aantal voorbeelden geven. En dat zijn standpunten van de VVD. Dus het feit dat ik toen straks per ongeluk rat zeg, zegt nog niks, want ik neem een paar uitspraken en standpunten met jullie door. Levenslang moet levenslang zijn. Nou, dat is een normatieve uitspraak over de lengte van gevangenisstraffen en als zodanig niet toetsbaar aan de realiteit. Kun je zeggen, dat is een ware uitspraak. Levenslang moet levenslang zijn. Het wordt moeilijk om dat als ware claim te zien. De tweede, wij pakken criminaliteit hard aan. Dat formuleert een belofte. En met waarheid heeft die claim eigenlijk weinig te maken. We kunnen achteraf misschien kijken of als de VVD aan de macht komt, zij die belofte ook waar kunnen maken. Maar als dat achteraf blijkt niet het geval te zijn, kunnen we niet met terugwerkende kracht zeggen dat deze claim en belofte daarmee onwaar zou zijn. Of de laatste, zelf die keuze kunnen maken wanneer het gaat om euthanasie. Dat is een inherent normatieve claim. En natuurlijk kun je zeggen dat bepaalde feiten aan deze standpunten ten grondslag zouden moeten liggen. Want indien wetenschappelijk eenduidig bewezen is ten aanzien van het tweede geval, dat strenger straffen niet helpt om criminaliteit te voorkomen, dan is dat een punt om mee te nemen. Maar zelfs dan nog kunnen feiten politieke oordelen nog niet volledig weerleggen of direct als onwaar typeren. Dus we zitten daar met een probleem. Nu, naast de sfeer van onderhandelen en uitoefenen van macht, is het politieke domein ook de sfeer waarin politici, burgers, bepaalde realistisch haalbare visies zouden moeten bieden op een wenselijke werkelijkheid. Een beeld van hoe onze samenleving geordend zou moeten zijn en wat ons als samenleving bijeenhoudt. Als kiezers hebben we voor de komende verkiezingen al verschillende kleine en grote verhalen voorgeschoteld gekregen. Ik heb hier een aantal van die claims op die slide staan. Nu,
Wat is het belang van die kleine en grote verhalen? Nu, Jürgen Habermas, de Duitse filosoof, spreekt in dit kader over ethisch-politieke vraagstukken. En deze vraagstukken gaan over de vraag wat het goede leven is voor een concrete gemeenschap. En om die vraag te beantwoorden, moeten we weten wie wij als gemeenschap zijn en wat we willen worden. Ethisch-politieke vragen gaan met andere woorden over onze collectieve identiteit en authenticiteit. En dat soort vragen zijn bijzonder moeilijk te weerleggen op basis van empirische feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zijn wij mensen die het Wilhelmus kennen? Zijn wij mensen die patriotistisch zijn? Kennen wij bepaalde typisch Nederlandse waarden of normen? Dat zijn allemaal claims die ethisch-politiek van aard zijn. En het is heel erg moeilijk om daar het concept waarheid op te plakken. Dus empirische feiten en onderzoeksresultaten, daar kom je daar niet veel verder mee. Nu, wat volgt nu uit het feit dat ik 3 misvattingen heb behandeld? Indien emoties belangrijker zijn voor politieke besluitvorming en wilsvorming dan we denken. Indien feiten en waarheid minder belangrijk zijn dan we soms menen. Betekent dat dan dat waarheid en feiten er niet meer toe doen? Is waarheid irrelevant geworden? En daarmee wil ik afsluiten. Ik denk dat dat zeker niet het geval is. Feiten en waarheid zijn nog steeds nuttige instrumenten om politieke machtshebbers te controleren en om een oordeel te vormen over hun beloftes en hun handelen. Maar feiten en waarheden zijn niet de enige criteria die we hebben. Indien het politieke systeem het vertrouwen van ons als burgers zou willen hebben, dan moet de politie ook waarachtig zijn. En ze moeten een toekomstvisie hebben die ze op basis van goede argumenten kunnen onderbouwen. Een toekomstvisie die ze bovenal presenteren op basis van contesteerbare claims. Dus wat dat betreft is waarheid niet een overbodige luxe. Maar bovenal is denk ik vereist dat zowel aan de kant van politici als aan de kant van burgers het besef bestaat dat een kritisch oordeelsvermogen crucialer is geworden dan ooit. En dat zowel politici als burgers de politieke moed moeten hebben om zich uit te spreken, politiek actief op te stellen en elkaar te horen. Het volstaat niet om de ander als onredelijk en boos voor te stellen. Als iemand die geen waarheid in pacht heeft en de feiten niet kent. Maar hoe we die politieke moed en dat kritisch oordeelsvermogen echter kunnen stimuleren, dat is denk ik een van de grootste uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. En mijn geluk is dat ik maar 20 minuten mag spreken, dus enkel bij deze vaststelling kan houden. En ik dank jullie voor jullie aandacht. Dankjewel. Dan wil ik graag een paar experts naar voren roepen. Peter van der Heijden en Lisbeth Hermans. Informatie bij het trekken van stemmen. Daar gaan jullie het over hebben. Zoiets, hè? Min of meer. Al dan niet in tegenspraak met elkaar of aanvulling. Ik neem aan dat jij vragen gaat stellen, toch? Of niet? Nou ja, jullie gaan erover over praten. We hebben geen dansje ingestudeerd. Geen dansje ingestudeerd. Nou, vertel. Welke rol speelt informatie voor mensen die stemmen proberen te trekken? En hoe gaan ze daarmee om? Nou ja, ik ben niet zozeer een expert wat betreft de... Mijn expertise zit veel in de journalistiek en de rol die de journalistiek speelt in dit verhaal. Omdat het, wat eigenlijk net al door de eerste spreker werd gezegd, de emotie, de passie die vaak bij de burger ligt, het voorbeeldje wat we hier te zien krijgen, waarin je eigenlijk heel goed snapt dat die Groningers zo boos zijn. En een Rutte die dan eigenlijk probeert om het wat bredere belang te beargumenteren. Daar zit eigenlijk een soort van padstelling in die heel lastig te overbruggen is. En ik denk dat wat je ziet in deze talkshow bij Jinek en bij Pauw, wat ze geprobeerd hebben, en dat is één voorbeeldje van een aantal dingen die ze gedaan hebben, is een politicus eigenlijk te confronteren met een individu, een burger, hè, de boer bij Jesse Klaver, de man die dood wil bij Pechtold. En wat je ziet is dat een rol is die, waarvan ik denk dat de journalistiek probeert om die burger in het verhaal te betrekken. Maar op een manier waarop je eigenlijk een soort van twee partijen krijgt die eigenlijk helemaal niet meer tot elkaar kunnen komen, omdat ze ieder een ander belang hebben. Dus ik denk dat in dat hele verhaal over informatie en over hoe je dan
zeg maar als politicus naar voren wil komen, dat we eigenlijk allemaal geïnformeerd worden door de journalistiek. En dat daar een hele grote en belangrijke rol speelt. En ik moet zeggen, ik vind dan dat de huidige verkiezingen in ieder geval laten zien dat er wel wat verschuivingen zijn met 5 jaar geleden. Dat de debatten die we nu gezien hebben, het eerste debat van RTL, daar waren Wilders en Rutte niet bij aanwezig. En wat je ziet is dat het dan veel inhoudelijker wordt. Dat het dan minder gaat om twee haantjes die tegenover elkaar staan, maar dat mensen wel proberen om in ieder geval hun inhoudelijk programma duidelijk te maken. Wat je zag afgelopen zondag, waarin het veel meer op een polariserende manier ging, waarin een journalist komt die een politicus niet uit laat praten, die hem dwingt tot een ja of nee, terwijl die graag zijn genuanceerd verhaal wil houden en inhoudelijk verhaal wil houden. Ja, ik weet niet wat u daarvan vond, maar ik het vond het tenenkrommend en ik neig hem dan om weg te zappen. En mijn dochter van 20, die naast me zat, die zei, ja, weet je, op die manier wil ik gewoon niet naar de tv kijken. En dan gaat het niet om de politicus die zich hier zo gedraagt, maar het gaat om een journalist die zich zo gedraagt. Dus wat mij betreft gaat het om informatie en om een rol die je als journalistiek moet nemen, als een soort intermediair en een vertaler. Jij moet zorgen dat jij de onrust die er in de samenleving zich vertaalt tot een wat, in ieder geval een macroniveau, een analyse kunt toepassen, die dan weer begrijpelijk is, zowel voor die burger, maar ook voor die politicus waar die op kan reageren. Dus als de journalistiek zorgt voor objectieve, minder emotionele informatie, dan. Nou ja, ik geloof ook niet. Kunnen de burgers beter. Ik vind objectief een heel lastig woord. Niet objectief. Want nee. Wat is objectief? Wat voor de ene bevolkingsgroep objectief is, is voor een andere een hele andere objectiviteit. Dus een objectiviteit, er zijn natuurlijk wel feiten, maar zo gauw als je die feiten gaat interpreteren, ik zeg maar altijd tegen mijn studenten, 50, wat is het getal 50? 50%. Is dat veel of weinig? Het zegt helemaal niets. Op het moment dat ik vertel waar het over gaat en ik het veel of weinig vind, er een norm aan geef, dan krijgt het betekenis. Maar het gaat er dus heel erg om hoe je feitelijkheden interpreteert. Als ik in een achterstandswijk woon, of als ik in een sociale woningbouwwijk woon, dan is het anders als ik mijn huis, als de bedreiging is dat mijn huis door een vluchteling wordt ingenomen, als ik hier in Nijmegen-Oost woon, waar geen enkele vluchteling geplaatst wordt, dan kan ik best voor een hele grote opname van vluchtelingen zijn. Maar het bedreigt niet mijn woningsituatie. Dus je moet nadenken over wat betekent het voor verschillende groepen in de samenleving. Dus meer context, meer inhoud, meer en minder analyse. Polariserend, ja. Meer analyse. Ja. En dan komt het met het stemgedrag van de mensen ook. Nee, het komt niet helemaal goed. Sorry, maar ik bedoel, ik ga rustig. Ja, jammer. We hebben natuurlijk van oudsher altijd een grote groep gehad die niet ging stemmen. Ja. En wat je nu ziet, is dat er door een samenloop van economische omstandigheden, van de vluchtelingenproblematiek, verschuivingen in de samenleving plaatsvinden. Mm-hmm. Maar die grote groep niet-stemmers, die worden wel vaak meegenomen in de peilingen. En krijg je dus rare uitslagen ook in de peilingen. Veel niet-stemmers, veel zwevende stemmers, daar hebben we last van de laatste tijd. Is dat eigenlijk een probleem? Volgens mij zijn er eigenlijk niet meer niet-stemmers dan vroeger. Er zijn altijd ongeveer evenveel geweest. Ja, maar dat gezweef. Dat, het zweven schijnt wat extremer te zijn en langer. Maar ook echt extremer. Hè, tussen, waar vroeger iemand dan zweefde tussen zeg maar de Partij van de Arbeid en de SP, of de Partij van de Arbeid en GroenLinks, of aan de andere kant CDA en VVD. Is het nou niet meer eens zo heel gek dat iemand nog zit te twijfelen tussen de SP en de VVD? Ja. Twee partijen die totaal niets gemeen hebben met elkaar. Er is in de Volkskrant is er zo'n serie, hè, over zwevende stemmers. En dan is er een jongen die zegt, ja, SGP of D66 of PVV. Ik weet het eigenlijk niet precies. Hele mooie, hoe kan dat? Nou ja, goed, SGP en D66 hebben het een beetje aan zichzelf te danken, omdat ze samen gedoogd hebben. En daarmee ook het idee geven van dat kan wel samen. Maar zoals de SP en de VVD, die hebben, ik zei het al, niets met elkaar gemeen. Demografisch niets. Daar zitten hele andere mensen in die partijen. Programmatisch hebben ze niks met elkaar gemeen. Maar ook helemaal sociaal niet, cultureel niet. Dat kan er bij mij niet in dat iemand tussen dat soort extremen twijfelt. De SP wil ook helemaal niet met de VVD gaan regeren, hoorde ik vandaag nog op de radio. Nee, en ze stellen ook totaal andere ideeën voor. Dus dan krijg je wel het idee, er wordt wel wat maf gezweefd, zeg maar. Ja. En het is maar de vraag waar iemand ooit een keer neerkomt, als die neerkomt. En bij sommige mensen denk ik ook, blijf gewoon zweven, ga je maar niet kiezen. Want, ja. Maar overigens hebben we weinig ideeën over hoe groot die groep is, hoor. Want we weten natuurlijk van de zwevende kiezer van oudsher, dat was altijd het linkse spectrum of het rechtse spectrum. En een aantal tegenstemmers. En die wilden nogal schuiven naar de uiterste partijen. En nu is er wel een groep die
Wat raar, hè? De, wat er nu ook heerst, is dat de GroenLinks-stemmers ineens overwegen om VVD te stemmen om de PVV maar niet groot genoeg te laten worden. De strategische stemmers. Nou, die hebben we natuurlijk 5 jaar geleden ook gezien. Of 4 jaar geleden, sorry, bij de vorige verkiezingen. Daar werden natuurlijk ook strategisch. Daar werden ook op een gegeven moment werd er gezegd, je moet wel stemmen op de een of de ander, want anders dan al die kleine partijtjes. Maar we hebben natuurlijk verkiezingen die raarder zijn, vind ik, als ooit. Want we hebben een hele hoop partijen. En er schijnen er heel veel te zijn die allemaal kleine, hè, die in de peilingen, afhankelijk van welke van de 6 je bekijkt. Als je die zo bekijkt, dan lijkt het wel alsof er een grotere verdeling is. Maar ik dat denk, zie je vaker, hè? In de aanloop van de verkiezingen, we hebben niet zo heel veel meer partijen dan anders. Het zijn er geloof ik 4 of 5. Normaal hebben we er ook iets van 28 en nou geloof ik 33. Of maakt het uit. Het past allemaal nog net op 1 papiertje, in ieder geval. Maar waar het om gaat, denk ik, is dat op het moment dat er gestemd gaat worden, de meeste mensen toch weer teruggaan naar die grote partijen. En dat heeft te maken inderdaad met die horse race, zoals dat genoemd wordt. Hè. Welk paard is er het eerst? Dus wie wordt het grootste? Daar gaat het steeds om. Dat is het bezwaar wat ik heb tegen de verkiezingscampagne zoals die nu is. En ook vooral de rol van de pers daarin. Dat er eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar wie wordt de grootste. Dus er wordt een tweestrijd gesuggereerd die er eigenlijk niet eens is. Want het is op zijn minst een 3-strijd als het geen 4 of 5-strijd is. Maar het is veel fijner als het een 2-strijd is. En daarnaast is de prangende vraag alleen maar, wie gaat met wie? Terwijl de vraag zou moeten zijn, wat wilt u met uw partij bereiken? Waarom doet u mee aan de verkiezingen? Wat wilt u betekenen voor Nederland? En die vraag wordt dus niet gesteld aan politici. De vraag die gesteld wordt is, denkt u de grootste te worden? Wordt u dan premier? En met wie gaat u regeren? Ja, maar dat komt alsof het niet uitmaakt wat je gaat doen. Nee, maar dat komt dus wel een klein beetje. Wat je ziet is als je in een debat, wij zitten nu ook, gelukkig zitten we redelijk op één lijn, hebben we gemerkt. Maar de veronderstelling is altijd dat het alleen maar leuk is als we elkaar de kop bijna inslaan, ook als we gewoon staan te praten over politiek. En dat is een misvatting. Het is een misvatting en misschien bent u het helemaal niet met me eens, dan heb ik het fout. Maar wat we eigenlijk zien in de onderzoeken die we daarna doen, dat er een verschuiving is. Mensen zitten helemaal niet zo te wachten om 2 polariserende politici tegenover elkaar te hebben. Ja, maar toch die geloof ik dat dan weer niet. Nee. Ik geloof wel dat mensen erop zitten te wachten, maar het ligt eraan waar ze ruzie over hebben, waar het over gaat. Ja, maar ze zitten om hun eigen politicus dan gelijk te zien krijgen. Nee, en niet om hun meningen te goed, horen. Misschien. En om genoeanceerd na te denken op waar ze dan een keuze op maar moeten Maar dat is ook baseren. Heel mooi, hè, dat je voor je eigen team kunt cheeren. Dat is fantastisch. Maar waar het vooral om gaat, is denk ik dat mensen heel graag dat conflict willen zien als het gaat over de inhoud. Dan willen ze zien waar van waar baseer je dat op? Want wij zien het niet terug in ons onderzoek. Ik baseer dat op de politieke hoe moet ik het noemen? Het feit dat de politiek wel leefde in de jaren 70 en de jaren 80. Toen er tegenstellingen waren. En toen partijen polariseerden op inhoud. Toen leefde politiek. Toen gingen mensen waren betrokken bij politiek. Mensen waren lid van een politieke partij. En mensen gingen stemmen. En mensen hadden het erover. En nu al die partijen zo ontzettend veel op elkaar lijken. Ze allemaal een beetje neoliberaal zijn. Allemaal een beetje populistisch. Ja, dan gaat het alleen nog maar om wie heeft het leukste kopje. Ja, maar dat betekent dus dat wij niet meer geïnformeerd zouden willen worden, maar dat we alleen maar willen gaan staan kijken naar 2 kemphanen. Nee, dat is een tegenstelling, die klopt niet. Nou ja, maar dat is wat ik polariseren noem. Dat zijn de mensen die niet meer de inhoudelijke argumenten uitwisselen, maar die alleen maar in hun eigen overtuiging staan te praten. En wat je dus ziet is de polarisatie heb je in stellingname. En dan probeer je te verkopen, natuurlijk. Want dat is wat je doet in de verkiezingscampagne. Hè. Je hebt een winkel en je wilt uitverkoop. Iedereen moet bij jou komen kopen. Maar je bent ondertussen ook bezig om met die ander te kijken van wat kunnen wij samen als wij straks samen moeten. Wat voor product gaan we dan samen verkopen? Ja, maar dat is denk ik, dan hebben we een iets andere invulling van polariseren. Want wat ik polariseren noem, is vaak de inhoudsloze kreterij die je dan ziet. Is dat een politicus voornamelijk zijn eigen verhaal probeert te vertellen. En dat ik als kijker of als lezer niet meer geïnformeerd word. Want dan gaat het niet meer over de inhoud, maar dan gaat het puur om de stellingnamen tegenover elkaar. Dus ik denk dat we dan het woord polariseren moeten definiëren om precies. Maar ik denk dat het. Neem ik de klassieke politicologische variant, zeg maar, in de zin van dat het gaat over dat je 2 standpunten hebt waaromheen gegroepeerd wordt. En vanuit die standpunten ga je met elkaar spreken. Ja, maar wat doe je dan met die 70% die nog zwevend zit? Want die zit in het midden. En die zweven gewoon omdat er niet gepolariseerd wordt. Daar ben ik vast van overtuigd. Nou ja, goed. Okay, die zweven omdat het zo makkelijk kan.
Als je kunt zweven, als je kunt twijfelen tussen de VVD en de SP... dan betekent dat dat die zoveel op elkaar lijken dat dat mogelijk is. Ik moet eerst zeggen, ik geloof niet dat er zoveel mensen zweven tussen de SP en de VVD. Het feit dat het überhaupt mogelijk is en niet voor iemand die echt zijn verstandelijke vermogens niet meer heeft, zeg maar gewoon iemand die echt meedoet, dat geeft voor mij aan dat die... En dat is één van de dingen, hoor. Want verder is het ook overduidelijk dat partijen gewoon veel te veel op elkaar zijn gelijk. En niemand weet meer wie waarvoor staat. Ik ben ervan overtuigd als je een quizje gaat doen met de lijsttrekkers... dat die niet eens al hun standpunten op de goede plek neerzetten. Van de eigen partij, ben ik van overtuigd. Maar misschien verklaart dat voor een deel dan ook wel waarom dat mensen zo twijfelen. Want als ik bijvoorbeeld de euthanasiewet heel erg belangrijk vind... dan ga ik kijken bij de partij die daar wat over zegt. En dan kan ik misschien bij de rest wel denken... ja, maar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik kies gewoon mijn... ik pik mijn issues en daar ga ik dan op stemmen. Maar dat betekent gewoon wel dat ik het met een issue van de SP eens kan zijn. Maar bij wijze van spreken ook met een issue van de SGP. Want als ik tegen euthanasie ben... Hè, dus dan verklaart dat, als jij zegt alles lijkt op elkaar... dat mensen dus ook gewoon een issue belangrijk kunnen vinden. En dat we met z'n allen zeggen, nou, ik pak er 2 of 3. Een beetje wat de stemwijzer doet. Hè, die als je kunt bijna van tevoren al bedenken waar je uitkomt. Want je weet al welke partij iets heel erg belangrijks zet. En als je een beetje dan neutraal kijkt naar hoe je dat invult... dan weet je al als je bij bepaalde vragen een antwoord geeft... dat je dan bij een bepaalde partij uitkomt. Dus zo neutraal en zo objectief is die stemwijzer of de kieskompas dan eigenlijk ook weer niet. Maar dat zou je kunnen doen. Maar dat zou ook verklaren waarom dat mensen dan... tussen hele verschillende partijen kunnen zweven. Want dan kiezen ze dus op een onderwerp. Ja, blijkbaar is dat wat er gebeurt. Maar dat komt dan weer omdat dat zo gemakkelijk is. Natuurlijk. Je kunt partijen lijken zo ontzettend op elkaar... dat je dat ene standpuntje eruit kan pakken wat jou aanspreekt. En de rest, dan maakt het echt geen biet uit... of je nou op de SP, GroenLinks of Partij van de Arbeid stemt... en misschien zelfs CDA en ChristenUnie niet... Dus allemaal een maar beetje is dat enig. Erg? Dat lijkt mij. Journalistiek blijkbaar een aanjagende rol hierbij vervult. Ja, ik ben politicoloog. Ik ben politicoloog en ik ben geïnteresseerd in politiek. Ik ben dat ooit gaan doen omdat dat mijn passie is. Ik hoorde, er is nog eens een boek geschreven over passie en politiek. Maar het was de mijne ook. Het gaat mij aan het hart. En het gaat mij ook aan het hart dat mensen zich niet interesseren voor politiek. En dat komt omdat politiek niet meer over verhalen gaat, maar over... maatregelen. Een verkiezingsprogramma is een setje maatregelen met een nietje er doorheen. En als die maatregelen jou... daar kun je dus op stemmen. Je stemt op maatregelen die allemaal ook nog een beetje op elkaar lijken. En dan komt zo'n partij die komt in de regering en die gaat iets doen. En die gaat die maatregelen net niet zo uitvoeren als jij had gehoopt dat die zou doen. Dus dan ga je naar de ander. Ja. Zo makkelijk is het, want die heeft diezelfde maatregelen net ietsje anders in het verkiezingsprogramma staan. Maar dat is toch prachtig, als het allemaal zo dicht bij elkaar ligt en de mensen blijkbaar eigenlijk ook zo dicht bij elkaar zijn. Ja, en dat betekent dus dat je nooit een toneelstukje. En dat betekent dat je dus nooit moet gaan regeren. Want dat betekent op het moment dat je in de regering stapt en de kiezer die is meteen ook teleurgesteld in wat je doet. Je bent je kiezers kwijt. Als je kijkt naar dit kabinet, de formatie was nog niet afgerond of de meerderheid in de peilingen was al weg. Ja. Die hebben dus 4,5 jaar lang tegen de stroom in moeten regeren. Elkaar echt krampachtig vasthouden, want we moesten niet vallen. Want dan, de ellende is niet meer te overzien. Nou, dat creëer je daarmee. Angst. Vooral onder politici, en het electoraat wat minder. Maar in de Tweede Kamer eerst alleen maar angst, in ieder geval bij regeringen. Als je nou mensen is geprobeerd te mobiliseren op een verhaal, op een ideologie... daarmee kun je mensen langdurig aan je binden. Want een verhaal, dat valt niet tegen. Dat verhaal vind je mooi, of niet? En als je het mooi vindt, dan doe je mee. Vind je het niet mooi, doe je niet mee. Zoek je een ander verhaal. Maar dan gaat het niet meer om die maatregelen achter de komma. Maar ik denk dat dat het probleem is. En ik weet ook niet of ik het helemaal met je eens ben, hoor. Want ik denk dat we, als we kijken naar waar je voor stemt... en wat heel mooi is aan Nederland... is dat wij niet 2-partijenstelsel hebben. Dat we altijd met meerdere partijen hebben geregeerd. Dat we altijd een soort van consensus hebben moeten bereiken. En natuurlijk doe je water bij de wijn. En dat vind ik ook mooi dat politici zeggen... ja, weet je, ik sta hiervoor en ik sta voor milieu... en ik sta voor misschien wel extreme standpunten in het milieu. Maar als ik straks wel moet gaan regeren... als ik die verantwoordelijkheid moet gaan nemen... ja, dan kan het dat ik wat water bij de wijn moet doen. Maar je weet wel dat als je voor bepaalde zaken kiest... dat ze daar wel voor staan. Het maakt wel degelijk uit of jij VVD stemt... of dat jij GroenLinks stemt in een aantal zaken. De afgelopen verkiezingen heeft het dus geen biet uitgemaakt... of je op de VVD stemt of op de Partij van de Arbeid. Je kreeg hetzelfde. Nee, maar goed, dat is waar. Maar daar worden ze ook hard op afgerekend. Dus ik denk wel dat je gelijk hebt dat je als kiezer...
Je weet gewoon dat je bepaalde concessie moet doen. En ik denk dat we van tevoren ook misschien wel helemaal niet zo hadden verwacht dat de VVD met de PvdA en zou gaan regeren. En het is denk ik ook wat we nu zien, is dat je misschien wel 4, misschien straks wel 5 partijen nodig hebt. Ja, je kunt je al op je vingers natellen dat dat teleurstellingen gaat opleveren. Want als jij op GroenLinks stemt of je stemt op de VVD, dan heb je andere verwachtingen. Mm-hmm. Maar het is ook belangrijk dat we gaan vertellen en uitleggen aan mensen, hè, dat het gewoon niet anders kan als je een regering wil vormen. Dat je niet toch is in dat Nederland een tegenstelling. Kun je niet met 2 partijen. Ik ben heel erg blij dat we niet 2 partijen hebben. Ja, maar dat pleit ik ook niet. Ik pleit niet voor 2 partijen. En ik pleit er ook niet voor dat je die teleurstelling helemaal uitbandt. Zeg maar. Want dat heb je bij verhalen ook. Je maakt eigenlijk een tegenstelling die er niet is. Ja, jij maakte die tegenstelling. Nee, hetzelfde verhaal. Nee, maar hetzelfde verhaal wat jij houdt, kun je ook houden met partijen die wel met een ideologie en met een verhaal de boer op gaan. Dan kun je dan nog steeds diezelfde water bij de wijn verhalen bijhouden. Want dat moet dan ook. Hè? Je maar je moet dan je verhaal veel beter wel een hogere kiesdrempel invoeren, zodat er minder partijen zijn die er echt toe doen. En zodat die dan moet je de verkiezingen afwachten. Want duidelijk, tot nu toe, er waren maar 2 partijen niet in de Tweede Kamer gekomen bij een kiesdrempel. Tenzij je hem heel hoog legt natuurlijk. En dat is nooit de bedoeling. Alleen de Partij voor de Dieren niet en de SGP. Ja. En alle andere partijen wel. Want het feit dat wij zoveel fracties in de Tweede Kamer hebben heeft niks te maken met dat er zoveel partijen opnieuw inkomen, maar dat zoveel mensen zich afsplitsen en blijven zitten. En we moeten even afwachten of dat nu anders is. Ik verwacht dat er niet zoveel meer partijen inkomen. Maar is een andere manier van journalistiek bedrijven nou, denk je, de oplossing voor die nadelige effecten die je ziet in puur polariserend en de winning team cheeren. Ik denk dat ze wel een verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik denk wel dat als je nu kijkt, en ik vind trouwens ook dat bepaalde dat je ook al goede voorbeelden ziet. Ik bedoel, jij net noemde iemand Rob Wijnbergen van de Correspondent. Maar je ziet nu ook dat Joris Luijendijk heeft een serie die ook vanuit de Correspondent, maar ook in de AD regionale dagbladen probeert om op een andere manier begrip te krijgen van het beeld wat we hebben van bepaalde groepen die stemmen, om daar eens gewoon wat meer zicht op te krijgen. Wat speelt er nou eigenlijk? De indruk die gewekt is dat de PVV-stemmers nou eenmaal de mensen in de volksbuurt zijn, de lager opgeleide zijn. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Het zijn heel veel mensen uit de Phoenixwijken, de zeg maar Jan Moedaal mensen, die zich zorgen maken omdat die te lijden hebben gehad van de economische crisis, die bang zijn voor hun banen. Dus het voortdurend niet op onderzoek uitgaan hoe het nou eigenlijk zit met allerlei vraagstukken, maakt dat je ze ook voortdurend in de stereotypering neerzet. Dat je eigenlijk al de vragen die je stelt aan een politicus, dat je eigenlijk al een bevestiging van je eigen antwoord krijgt. In plaats van dat je denkt, hé, maar wacht eens even, ik moet eerst de analyse maken en ik wil gewoon graag in gesprek met iemand en ik wil ook graag mijn kennis delen die ik heb opgedaan. En ik denk dat daar wel veel winst te halen bevalt. Maar is het niet ook misschien stiekem een beetje zo dat er ook heel veel mensen zijn die zich helemaal niet op dezelfde manier als wij hoogopgeleiden laten aanspreken door bepaalde informatie. En misschien zijn er wel veel mensen die puur inderdaad lekker willen wij tegen zij en we gaan winnen met welke partij dan maar ook. Zodat je dat niet oplost met een andere manier van informatie uitdelen aan mensen. Nou ja, of is dat heel pessimistisch? Volgens mij kun je het, maar het wordt een beetje een grammofoonplaat die blijft hangen. Je kunt het oplossen, denk ik, als je als politiek veel pregnanter aanwezig bent. Dus als je mensen langdurig aan je probeert te binden, dan krijg je ook dat andere verhaal door de pers natuurlijk. Want dan gaat het niet meer alleen maar over incidenten en alleen maar over maatregelen. Dan gaat het over wat een partij wil met de samenleving. En daarmee kom je makkelijker binnen, denk ik, bij kiezers. Maar bij lang niet iedereen natuurlijk, want er zijn ook mensen die gewoon zich totaal er niet voor interesseren. Mm. En die jammer genoeg wel gaan stemmen vaak. Ja. Ah. Ja, je mag het niet zeggen, maar ik zeg het lekker toch. Ik vind dat iemand die zich er niet voor interesseert, zich er niet in verdiept, eigenlijk ook maar beter niet kan gaan stemmen. Ja. Dan maar een iets lagere opkomst. Nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. Er is natuurlijk een groep die vinden het allemaal,
ja, wat je eigenlijk in Amerika hebt gezien. Er is een groep die zegt, ik wantrouw iedereen. Ik wantrouw de instituties, ik wantrouw de politici. En wat maakt het dan nog uit? Ik bedoel, ook al vertelt iemand niet helemaal de waarheid. Ik vermoed dat die ander ook niet de waarheid vertelt. Dus nou, laat ik dan maar eens een keer op iets nieuws stemmen. Laat ik maar eens een keer denken, misschien is het wel een frisse wind. Slechter kan het niet worden. Het kan misschien wel beter worden. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk... Het is ook niet zo dat dat nu veel erger is geworden dan dat eerder was. Ik denk, kijk, als we langer terug gaan in de verzuiling, dan zie je natuurlijk dat mensen veel meer vanuit een soort katholieke bolwerk waaruit je kwam. Nou, je grootouders stemden allemaal katholieke partij. Dus dan deed je dat misschien ook wat makkelijker. Ik bedoel, daar waren wat meer vanzelfsprekendheden. Dus het feit dat er meer individualisering is en wat los is gekomen van, dat lijkt dan ook... Maar er is natuurlijk altijd een groep geweest die denkt van, het zal mij verder mijn tijd wel duren. En nou ja, ik weet niet of ik zover wil gaan om te zeggen, die moet je niet laten stemmen. Maar moet ze eerst een kennisquizje laten doen dan, voordat wie mag dan wel en wie mag dan niet stemmen. Ja, ik vind het wel wat lastiger. Maar strooi je met die grote, mooie ideologische verhalen de mensen niet eerder meer zand in de ogen? Dan denken ze, ja, we stemmen op iemand met een mooi ideologisch verhaal van socialisme of liberalisme. En dan gaan we die kant op. Maar concrete maatregelen die je daaruit kunt afleiden, ja, dat is een kwestie van interpretatie en coalitievorming en dan weet je nog niks. Kun je dan niet beter juist stemmen op concrete maatregelen waar je die politici op af kunt rekenen en aan kunt houden? Ja, dat kan wel, maar dan heb je dus die afrekencultuur in plaats van een vertrouwenscultuur, dat ten eerste. Dat vind ik al lastig in politiek. En ten tweede, die teleurstelling die komt toch. Hè? Of het nou op basis van ideologie is of op basis van maatregelen. Als jij aangeeft, dat er is één ding dat heel erg pleit tegen mijn verhaal. Wat ik al jaren hou, moet ik zeggen. Ik was heel blij dat Diederik Samsom het eigenlijk deed. Hè, met de laatste verkiezingen. Die zei, ik kom niet met hele concrete maatregelen. Ik ga u zeggen, ik ga het op die manier. Dat is mijn invalshoek. Zo wil ik het gaan aanpakken. Maar pin mij niet vast op concrete maatregelen. Dat zegt Wilders ook de hele tijd. Ja, maar kijk eens wat er met de Partij van de Arbeid gebeurd is in de verkiezingen. Dat is de enige partij dus die geen concrete beloftes heeft gedaan. En die wordt afgerekend op het feit dat ze het programma niet uitvoert. Ja, dat is wat curieus. Ja. Maar je kunt de kiezer natuurlijk nooit echt naar de zin maken. Dat is het grote probleem. Maar ik zou de kiezer wel willen verleiden om langduriger zich te verbinden aan een politieke stroming in ieder geval. Aan een kant van het politieke spectrum. Want zeg maar, die soort van tombola die we om de 4 jaar hebben. En dan wordt er weer een fragmentatiebom op het Binnenhof gegooid. En zoek het maar uit met al die kleine partijtjes in een reshuffle. Ja, dat kun je eigenlijk politici ook niet aandoen, vind ik. Ja, ze doen het zichzelf aan. Maar... Oké, een politieke en journalistieke herzuiling dus. Dat is een mooie... Dat is dan jouw interpretatie van mijn waarheid. Maar... Oké. Okay. Dan zie je maar weer dat het gewoon altijd om interpretatie gaat, toch? Ja. Dank je wel. We gaan het straks nog verder hebben over peilingen. En als de Tamagotchi-peiling of de Kamagotchi-peiling serieus wordt genomen, dan denkt iedereen dat ik op de ChristenUnie stem. Want ik heb Gert-Jan Segers toebedeeld gekregen. Maar eerst hebben we het met Bebrei en Gudrun Reiniers over... Ja... Hoe kom je over? Hoe doe je dat? Wat maakt het uit? En wat heeft het voor gevolgen? Jullie mogen allebei een microfoon erbij pakken. Voor hoeveel mensen er achter je aanlopen of niet. Maar we hebben eerst een fragment, geloof ik, waar we mee beginnen. Nee, we beginnen niet met een fragment. Oh, we beginnen er niet mee. En we hebben jullie überhaupt gefopt, want wij gaan niet in gesprek. We gaan jullie op dit late tijdstip een klein college geven. We hebben al van de collega van rechten gehoord dat we nu in het post-truth tijdperk zitten. Hij is daar wat laat mee, want Aristoteles die had dat 2.500 jaar geleden ook al wel in de gaten. En omdat nou een keer de oudheid mijn vak is, ga ik beginnen met u een beetje te vertellen over Aristoteles. En dat durf ik me te permitteren, omdat wat hij toen zei, nu gewoon nog helemaal opgaat. Want dat zei hij, je kunt wel gelijk hebben, je kunt de waarheid aan je kant hebben, maakt niet uit. Je moet zien dat je ook erkenning krijgt dat dat zo is. Dus wij kunnen gelukkig ook van onze kant de feitelijkheid weer een beetje terzijde schuiven en kijken naar hoe mensen het voor elkaar kunnen krijgen om gelijk te krijgen. Niet alleen het te hebben of het niet te hebben. Dan zijn er eigenlijk 3 dingen die een belangrijke rol spelen. Dat is dat je goede argumenten hebt, dat je goed overkomt en dat je mensen weet te raken.
Nou, daar willen wij het over gaan hebben. Hoe Aristoteles dat inleidt. Hoe we dat in de moderne tijd terugzien. En dat gaan we dan bekijken in twee fragmenten uit het onlangs gehouden debat in Carré. We gaan nu proberen om u daar een beetje gereedschap voor te geven. Aristoteles dus, 4e eeuw voor Christus, die zei, je hebt te maken met een zaak waar je het over moet hebben, een publiek dat je moet overtuigen en een spreker die dat moet gaan doen. En ieder daarvan heeft één overtuigingsmiddel. Het eerste is, zal ik het proberen? Ik ben niet zo bedreven met deze dingen uiteraard. Als je in de oudheid zit, dan is dit. En dan ook nog wel twee dingen tegelijk bedienen, u begrijpt het wel. Maar ik zal het proberen. Als het echt fout gaat, geef mij vooral een porretje. Oké, als het gaat over de zaak, dan ben je zakelijk, rationeel, ratio, argumenten. Je hebt een stelling en die moet je onderbouwen. En stellingen zijn er eigenlijk maar in twee soorten. Ofwel je zegt dat iets het geval is. Dat is heel vaak het geval in rechtszaken. Je wilt bewijzen dat iets het geval is. Of je zegt dat iets moet het geval zijn, of juist niet. En dat is typisch iets wat hoort bij een politiek betoog. Nou, Aristoteles die zei, bij een ideaal publiek, en dat hebben we net eigenlijk ook al een keertje gehoord, en als er een waarheidstijdperk zou zijn, dan zou je dat hebben. Dan heb je dus voldoende aan een stelling met goede argumenten, en dan zegt je publiek wel, ja, prima, doen we. Of ja, nee, inderdaad, gaan we niet doen. Dat is een ideaal publiek. Dat heb ik iedere dag voor mijn neus. Dat zijn studenten. Die leren van mij bijvoorbeeld over grammatica. En dan zeg ik, nou, dat is een dativus. Dat is de derde naamval. En dan zegt Delano, nee, dat is, volgens mij is het de vijfde naamval. En dan gaan we tegen elkaar argumenteren en dan komen we er zakelijk wel uit. En als ik denk dat ik op glad ijs kom, dan gooi ik misschien mijn autoriteit erin. Maar dat is het dan. Dus dat. In de echte wereld gaat het anders. En daar heb je ook nog andere zaken nodig. En dat hadden we al gezegd, hè? Emotie. De Griekse term daarvoor is pathos. En dat is wat je op je publiek loslaat. En nu is het bij retorica zo en bij alle betogen dat die dingen altijd samengaan. Een argument is bijna nooit vrij van emotie. Een heel duidelijk voorbeeld vind ik in de huidige debatten zoals ze nu lopen, gaat het over de afschaffing van het eigen risico. En wat zegt dan bijvoorbeeld de SP? Je mag het eigen risico niet handhaven, want als je het eigen risico gaat handhaven, dan geef je mensen die ziek zijn een boete. En dat is straffen van mensen die ziek zijn en daar niks aan kunnen doen. Het is een argument, omdat je duidelijk maakt wat de consequenties zijn van een bepaalde handeling. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk iets wat heel erg op de emotie speelt. Dus een argument heeft pathos bij zich. Wat je ook kan doen, dat is het vanuit je eigen persoon een beetje opfleuren. Je kunt ook zeggen, ja, natuurlijk moet dat eigen risico gehandhaafd blijven. Want de schatkist is niet bodemloos. En we moeten verantwoordelijk omgaan met onze centjes. Als je dat doet, dan ben je iets minder bezig met het publiek en met de emotie en iets meer met de persoon die je zelf wil zijn. Namelijk een verantwoordelijk politicus. En dat heet ethos. Wat is je uitstraling? Wat is je persoonlijkheid? Dat zijn de drie overtuigingsmiddelen in de oudheid. Niet meer en niet minder. En ook nu is het lastig om er nog eentje bij te verzinnen. Dit is gewoon de basis. Overigens, we hebben dus gezien dat emotie kan samengaan met een argument. En dat persoonlijkheid, uitstraling kan samengaan met een argument. Het kan ook gebeuren dat de emotie en de uitstraling op elkaar inwerken. Denk even terug aan het SP-voorbeeld. Roemer, die zo hartstochtelijk betoogt dat het afschaffen van het eigen risico betekent dat mensen niet meer worden gestraft voor ziek zijn, die betoont zich daarmee natuurlijk ook meteen iemand die een heel betrokken en warm persoon is. Die wil graag dat iedereen zich goed voelt. En dan kom je de kant weer op van ethos. Dus pathos en ethos werken ook weer op elkaar. En die drie gaan altijd hand in hand. Vanavond willen we een beetje inzoomen op ethos. Want pathos in Nederland is toch altijd een beetje saai. We gaan nooit echt vlak de banken over en vol op het orgel en enkele wilders nagelaten. Maar over het algemeen is het niet spannend. Ethos daarentegen, daar kun je wel een heleboel verder nog over doen. Hier is het hoofd van Cicero. Cicero die zei namelijk al heel terecht, argumenten, dat is al heel wat. Maar de emoties en de uitstraling, die zorgen ervoor dat mensen die argumenten ook willen geloven. En dan gaan ze dus ook mee.
Hij was zelf een meester daarin. Hij kon zelf ook ter plekke als het moest in tranen uitbarsten en zijn gehoor ook in tranen krijgen. Want het waren natuurlijk wel allemaal Italianen. Oké, dat is pathos. We houden het bij Ertos vanavond. Hoe zorg je dat je een goed ethos hebt? Aristoteles weer een drietal. Rhetorica is dol op lijstjes en 3 en 5 zijn de favoriete getallen. Vanavond zijn het allemaal 3. Het belangrijkste vindt Aristoteles, en dat is leuk Marije, want daar komen we weer, is deskundigheid. Of is dat elitair? We hebben het er net al even over gehad, dat deskundigheid tegenwoordig ook verdacht kan zijn. Het meneertje, Ronald, dat jij langs liet komen met die roze stropdas om, met zijn sneeuwklont, dat was Myron Abel. En Myron Abel, dat is de belangrijkste klimaatadviseur van Donald Trump op dit moment. Die is laatst uitgenodigd geweest in het Europese parlement. En daar heeft hij een lang betoog gehouden. Dat natuurlijk was op de hand van de klimaatskeptici. En zijn laatste zin was: het is tijd om op te houden met luisteren naar experts. En dit van een wetenschappelijk adviseur. Het is een over ethos gesproken, bijzonder. Maar dat maakt dus wel heel duidelijk dat deskundigheid tegenwoordig niet meer een vanzelfsprekendheid is. Het is moeilijk om na te gaan hoe dat werkt. Zelf denk ik dat het te maken heeft met een meer algemeen idee van de elite die elkaar alles toespeelt en die de gewone burger wat wil wijsmaken en die niet meer serieus wil nemen. Dat dat de belangrijkste reden is dat de deskundigen in kwade reuk staan. En ook het feit dat ze niet bereid zijn om direct duidelijkheid en daarmee ook bevrediging te verschaffen. Want als politici beginnen met mensen wijs te maken dat het allemaal best kan, waren het niet dat vervelende collega's op dit moment de grenzen opengooien en belasting op benzine heffen, dan krijgen de experts die lastige mensen gelijk geven natuurlijk ook zwaar voor de kiezen. Overigens is het onder politici zelf een andere zaak. Daar lijkt het zo te zijn dat deskundigheid nog steeds wel heel belangrijk is. In de fragmenten die we gaan bekijken, gaan we ook zien dat ze elkaar op deskundigheid proberen te betwisten. Het tweede wat heel belangrijk is, dat is betrokkenheid. En iedereen is natuurlijk betrokken, maar hoe laat je het zien? Het is erg belangrijk dat je als politicus de indruk wekt dat datgene waarvoor jij pleit, dat jou persoonlijk aan het hart gaat. Dat jij daar persoonlijk door wordt geraakt en dat het er jou iets aan ligt dat er gaat gebeuren waar jij voor pleit. Daarmee maak je ook duidelijk dat je je heel verantwoordelijk voelt. En dat is natuurlijk een heel belangrijke eigenschap voor een politicus. Tot slot moet je ook nog de indruk wekken dat je betrouwbaar bent. Dat wil zeggen dat je consequent bent. En ook dat je niet raar bent. En wel iemand die lijkt op je publiek. En dan is het wel eventjes de vraag of je precies lijkt op je publiek. Dus dat je je als een buitenstaander uit de politiek profileert. Iemand die van buitenaf met het gezonde verstand komt om de boel op te schudden, dan wel als iemand die net is als de burgers, maar er toevallig wat meer voor heeft doorgeleerd om die fatsoenlijke standpunten over het voetlicht te brengen. Dat zijn onze 3 belangrijke eigenschappen die ethos toekennen. En nou gaan we maar eens eventjes over tot ethos in actie. En het eerste stukje dat we gaan zien is in het Carré-debat. We krijgen 2 fragmenten in totaal, maar het eerste wat we gaan zien, dat is het fragment waarin Roemer en Buma het samen hebben over de stelling dat het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft. We zien hoe Buma reageert op Roemer. Ja, oh sorry. Kijk, hier is de stelling en dan, ja, Roemer die begint met Buma aan te vallen en dat die gaat een rare draai maken in hoe die daar omgaat met deskundigheid van Buma. Let u daar eens goed op. Daar zit iets heel inconsequents in. Vervolgens profileert hij zichzelf natuurlijk met name als zijn handelsmerk een heel betrokken politicus. Buma, op zijn beurt, die gaat meer op de toer van de echte staatsman. En die profileert zich zeer sterk als deskundig en betrouwbaar. Maar ook hij maakt een harde bocht halverwege zijn betoog en gaat dan ineens de kant op van betrokken. Ik zal hem maar aanzetten. Bent u er klaar voor? Dat is uw ethos. Deskundig, betrokken en betrouwbaar. En zie maar dat u ze betrapt. Ja, misschien
misschien heeft u het allemaal wel gezien afgelopen zondag en heeft u er op verschillende manieren naar gekeken. Een van de manieren waarop wij naar dit fragment hebben gekeken is dus door te kijken hoe het nou zit met het ethos van deze twee mannen. En ik wil eerst even teruggaan. Ik ga u stukjes tekst laten zien zoals die door de politici zijn uitgesproken in dit fragment. En eerst maar eens terug naar wat Bezen net al zei. Die gekke twist in de aanval op of het juist toeschrijven van of betwijfelen van deskundigheid van Buma door Roemer. En hij zegt dingen als: meneer Buma, als u niet in staat bent om 4 miljard nog eerlijk te verdelen, wat moet er dan met gebeuren met de hele begroting? En hier zegt hij eigenlijk: meneer Buma, u bent niet deskundig. Denken wij. Hè, dit zou je kunnen zien als een aanval op de deskundigheid van Buma. Maar vervolgens zegt Roemer dan ook: u bent gewoon een stugge boekhouder. En eigenlijk is het zijn van een boekhouder best wel een goede kwaliteit. Hè? Als je in de regering zit en je moet ervoor zorgen dat het met onze centen een beetje oké, lukt allemaal, dat we de begroting netjes kunnen opstellen en dat de staatskas een beetje op orde blijft, dan is het best wel handig als je een beetje kunt boekhouden. Dat zou je kunnen zeggen is een competentie die je juist als politicus misschien wel zou moeten hebben. Dus hier gebeurt iets geks. Aan de ene kant zegt Roemer: u kunt er niks van, u bent niet deskundig, want als u die 4 miljard dan niet kunt verdelen, hoe moet het dan met de rest? En tegelijkertijd zegt hij: u bent een stugge boekhouder. Roemer dan gaat vervolgens door en hij plaatst eigenlijk... wat hij doet trouwens met die boekhouder is eigenlijk al direct een frame plaatsen. Hè? Hij maakt een bepaalde visie, geeft hij op de werkelijkheid. Hij zegt: u bent een stugge boekhouder. Daarmee vertelt hij iets over hoe hij kijkt tegenover, nou, misschien dan wel die waarheid of in elk geval de werkelijkheid, door het op een bepaalde manier te framen. En dat doet hij hier ook als hij daarna zegt: we kiezen er niet voor om diegenen die ziek zijn een boete te geven en de zorgkosten neer te leggen bij degenen die het niet aankunnen en degenen die er ziek van geworden zijn. Dat is een hele asociale maatregel die u daar noemt. En hiermee praat Roemer dus eigenlijk over een situatie in de werkelijkheid en hij benadert dat vanuit een bepaald perspectief. Hij benadrukt bepaalde aspecten van die waarheid, van die werkelijkheid en andere aspecten laat hij misschien wat achterwege. Hij focust op het feit dat het een boete zou zijn als je ziek, dat je een boete zou moeten betalen als je ziek bent. Hier zien we Roemer dus als de betrokken politicus die opkomt voor wat de mensen in het land zoal zouden kunnen voelen. Hij geeft heel duidelijk aan hier dat hij betrokken is bij de zaak en bij de mensen in het land. En wat komt er dan? Nu bent u gewoon een stugge boekhouder en geeft u niet thuis voor al die mensen. Dus hier krijgen we weer het verwijt, eigenlijk het echte verwijt. En misschien dat het hier eigenlijk pas echt had moeten komen, dit frame van Buma als de boekhouder. Het verwijt van deskundigheid. U bent de boekhouder. U bent niet bezig met wat er in het land speelt en hoe de mensen zich voelen. U wilt juist, u bent iemand die stug vasthoudt aan de cijfertjes. Nou, wat doet Buma dan? En we hoorden net al even, eigenlijk begint hij door juist heel erg op zijn eigen deskundigheid en betrouwbaarheid in te gaan. Tegenover hoe Roemer zich presenteert. Want hij zegt: nou, meneer Roemer, vergeet het bijna, maar de kern van de zorg is goede zorg verlenen aan de mensen en dat kost geld. Oftewel, meneer Roemer die kan dit nu allemaal wel zeggen, maar hier staat de deskundige. U vergeet even dat dit allemaal geld kost. En hij beroept zich daar dus op enige vorm van deskundigheid. En hij wordt daar misschien ook wel betrouwbaar mee, want het gaat toch soort van om de feiten hier misschien. En hij zegt ook, en dat maakt hem wellicht nog betrouwbaarder, of het is een poging misschien om in te gaan op die betrouwbaarheid. Het kan omlaag, dat eigen risico, maar, en dat zullen we doen, maar het zal er blijven. Ja, dus een soort realistisch beeld wat hier wordt geschept en dat kan betrouwbaarheid opwekken. En we hoorden het net al en u heeft het gezien. Daarna maakt hij eigenlijk een switch. Hij keert zich ook de andere kant op zo'n beetje. Hij richt zich ook op een andere politicus en hij laat zich opeens van zijn betrokken kant zien. Niet meer de deskundige, maar juist degene die ook zich betrokken voelt bij wat er gebeurt in de samenleving. Als hij zegt: het gekste vind ik de Partij van de Arbeid, die de streekziekenhuizen wil aanpakken en daarop wil bezuinigen.
En hij zegt dan, het CDA zal ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Ja? We willen niet alleen betaalbare zorg, even terug naar zijn vorige punt, maar ook zorg dicht bij huis. En daarbij maakt hij dus zichzelf, toont hij zich betrokken bij wat er leeft in het land. En staat hij er niet per se boven, maar laat hij juist zien, wij komen op voor de mensen, in dit geval, die niet in de Randstad wonen. Want die zullen maar vergeten worden. Ik ben bij u, ik denk aan u. Oké, fragment 2. Ja, fragment 2, twee nieuwe politici. We hebben nu Rutte, die als laatste de 45 seconden krijgt om te reageren op die stelling. En vervolgens Pechtold, die weer op hem reageert. En daar gebeurt inhoudelijk wat meer, het is ook een iets langer fragment. We komen wat pathos tegen, want het gaat over veiligheid, het gaat over vluchtelingen. Er zijn ook wel wat meer argumenten dan we net hebben gezien. Maar ook hier is toch ethos het allerbelangrijkste. En dan gaat het eigenlijk om de vraag, wie is het meest een premier hier? Nou, Rutte, die begint onmiddellijk met die kaart uit te spelen. Die beroept zich heel sterk op zijn deskundigheid en zijn betrouwbaarheid. En dat blijft hij ook consequent doen. En Pechtold, daarvan wordt ontkend dat hij beschikt over deskundigheid. En ook zijn betrouwbaarheid die ligt onder vuur. Want, zal Rutte gaan betogen, als het er echt op aankomt, dan geeft Pechtold niet thuis. Pechtold van zijn kant, die begint met de betrouwbaarheid en de betrokkenheid van Rutte aan te vallen. En dan, uiteindelijk, zal hij ook zelfs zich eraan wagen om de deskundigheid van Rutte aan te vallen. En dan gaat hij zeggen dat Rutte een fout heeft gemaakt. En dat gebruikt hij om ook zijn eigen betrokkenheid te gaan promoten. Dus laten we maar even kijken naar het volgende fragment. Ja, en ook dit fragment herkent u vast. En u heeft het misschien ook wel op het nieuws voorbij zien komen of in andere praatprogramma's. We gaan het even in detail bekijken hoe het zit met Rutte en zijn deskundigheid en zijn betrouwbaarheid. En misschien heeft u wel een aantal dingen daarvan zelf al opgemerkt. Want in deze was het niet zo heel moeilijk. Rutte die zegt, als minister-president is het mijn belangrijkste taak om. Ik weet dit. Ik heb dit gedaan. Ik ben de minister-president en ik heb dus de deskundigheid in huis om hier de juiste beslissingen te nemen. En hij zegt ook, ik weet het, ik weet dat we moeten samenwerken en dat we het niet in ons eentje af kunnen. Nou, hij heeft het dan vervolgens over dat er een sterker Europa zou moeten komen, niet per se meer Europa, daar gaan we nu even niet op in. Het gaat er hier om dat u ziet dat de minister-president zich heel erg beroept op het feit dat hij minister-president is. En dat geeft hem deskundigheid en maakt hem misschien ook wel betrouwbaar. Al zit daar natuurlijk wel een klein probleempuntje voor Mark Rutte. En daar wordt hij dan ook op aangevallen. Als Pechtold vervolgens gaat vertellen wat er gebeurd is een aantal jaar geleden. En hij zegt eerst nog wel, oh, ik zie dat de premier heeft geleerd van 4 jaar geleden. Maar vervolgens benoemt hij wel nog precies even het feit dat er een paar jaar geleden toch ook iets geks gebeurde. En ik denk dat hij dat bijna ter plekke nog bedenkt. Want hij komt bijna niet uit zijn woorden. Maar hij zegt van ja, toen stond hij hier ook achter een rode knop en toen was dat een paar weken later opeens gedraaid. He, dingen als, we weten het allemaal nog, geen geld naar de Grieken, geen euro meer naar de Grieken en een paar weken later was daar toch het geld voor Griekenland. 1000 euro voor alle Nederlanders en een paar weken later, een paar jaar later, bleek dat die 1000 euro er nooit kwam. En zegt Pechtold dan nu ook weer, het is wel een groene knop, maar eigenlijk klopt er niks van. Dus de betrouwbaarheid van Rutte wordt hier aangevallen. Nou, dat denkt Rutte, daar kan ik ook wat van. Laat ik eens iets zeggen over de betrouwbaarheid van Pechtold. Ja, misschien heeft u niet eens op deze manier naar het fragment gekeken, maar als je precies gaat kijken naar wat er nu wordt gezegd en hoe dat zo om en om gaat, dan zie je dat Rutte die betrouwbaarheid van Pechtold ook in twijfel kan trekken. Want wat mij zo verbaast, zegt hij, is dat u altijd voor Europese oplossing bent, totdat ze er komen en dan stemt u weer tegen. Oftewel, u bent ook niet betrouwbaar. U zegt zelf ook maar wat. U zegt het een en u doet het ander. Nou, dan mag Pechtold weer en die gaat natuurlijk terug aanvallen. En die heeft het weer over de betrouwbaarheid en de betrokkenheid. En hij zegt, u maakt een fout, want u bent die deal aangegaan. En daar klopt helemaal niks van. Want wij weten, zelfs de meest pro-Europese D66'er, die
zou niet willen wat u heeft voorgesteld. U bent helemaal niet deskundig. U heeft geen kennis van zaken. En zegt Pechtold, meneer Rutte, door elke keer als het over Europa gaat als een soort PVV'er in Nederland te spreken, maar als een D66'er te stemmen, dat klopt iets niet. U zegt het een en u doet het ander. Een aanval op de betrouwbaarheid. En misschien dus ook wel op de betrokkenheid van Rutte door voor een bepaalde door een bepaalde deal aan te gaan. Dan nog het eindpleidooi in dit debatje van de minister-president. En hij heeft geluk dat hij als laatste zal spreken, want hierna komt Roemer en gaat het debatje weer een andere kant op. Hij kan namelijk heel mooi afsluiten. Want hij kan zich weer als de deskundige, betrouwbare politicus proberen te profileren door te zeggen, laat me één ding vertellen uit mijn ervaring van de afgelopen 6,5 jaar. Ja, hij is wel 6,5 jaar de baas van ons land geweest. Dus als iemand op dit moment er is die weet waar het over gaat, dan is hij het wel. Dus hij zegt, laat me iets vertellen over mijn ervaring. We moeten samenwerken, enzovoort. De deskundige politicus. En hij zegt ook, kijk, u heeft die deal niet gesteund. U was er tegen, terwijl u er eigenlijk altijd voor bent. Ik heb die deal wel gesteund. Ik heb verantwoordelijkheid genomen. Ik ben een deskundige, betrouwbare, betrokken misschien ook wel politicus. En we moeten niet alleen kijken naar idealen. We moeten ook praktische oplossingen zien te vinden. En dan sluit hij af met, ook dat is een taak van de minister-president. En uw reactie heeft wat mij betreft laten zien dat u er nog niet aan toe bent om president te worden. En daar moet Pechtold het voorlopig mee doen. Want hierna krijgt Roemer het woord. En hij kan dus helemaal niet meer reageren op die keiharde aanval van, nou ja, u bent er nog niet klaar voor. U bent nog niet deskundig genoeg. U kunt het nog niet. En ik kan het wel en ik kan het weten. Ja, nou, dit is nog even een kleine samenvatting van wat we vanavond hebben gezien. Logos en pathos een beetje. En heel veel ethos. We hebben gezien waar ethos uit bestaat. Ik denk dat ik voor mij niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat mijn vak nog wel redelijk actueel is. Wij zitten 2500 jaar uit elkaar en vinden elkaar toch wel in onze analyses. Zeker, dat lijkt me ook. Dus daar willen we eigenlijk mee afsluiten. En volgens mij werd hij al even genoemd, maar de Eén Vandaag imagometer is sinds dit jaar volgens mij ook in omgang. Wordt een aantal vragen gesteld aan weer zo'n opiniepanel, wat we daar dan ook van mogen vinden. Maar in elk geval, we zien dat ze vragen, hoe betrouwbaar vindt u deze politicus? En hoe betrokken vindt u dat hij is? En hoe intelligent is hij? Hoe deskundig vindt u dat hij is, feitelijk? En wat wij eigenlijk willen meegeven is, nou ja, die scores zijn nog niet zo belangrijk. Die gaan van -5 tot +5. Maar kijk eens naar Roemer als het gaat om betrokkenheid. Van de 4 mensen die we vandaag hebben gezien, wordt hij als meest betrokken politicus gezien. En hij kan daar dus op inspelen. Hij kan daar gebruik van maken. En op dezelfde manier zou je kunnen zeggen, als Pechtold wordt aangevallen op zijn deskundigheid... dan kan het een tactiek zijn om te zorgen dat je zelf misschien iets deskundiger bevonden gaat worden. En Pechtold zal gaan dalen in die deskundigheid. Dus we denken dat deze aspecten, dit aspect van ethos, die deskundigheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid, dat dat echt heel belangrijk is. En dat laten dit soort dingen ook maar weer zien. Dat het zelfs in dit soort opiniepeilingen over deze 3 zaken gaat. Bedankt. Dank jullie wel. Goed, er wordt dus om de haverklap gepeild. Er zijn allerlei soorten peilingen. Er zijn zelfs Kamergotchi-peilingen en ook dat imago-peilingen bestaan al, of de imago-metingen. Maar er is nog een alternatief mogelijk voor de 6 soorten peilingen die we dagelijks bijna voorgeschoteld krijgen. Erik Sanders is met een experiment bezig met een zogenaamde peiling die Twitter als bron gebruikt. Wat is dat? Hoe gaat dat? Ja, vertel. Ik durf me vooral bijna niet meer te houden na het spervuur van zojuist. Maar ik zal jullie toch straks de uitslag van de verkiezingen laten zien. Mooi, weten we dat vast. Fijn, ja.
Ik zal eerst even vertellen hoe het is ontstaan. Na de vorige verkiezingen ging ik eens kijken in Twitter hoe vaak partijen genoemd werden. En dat ging ik vergelijken met de uitslag van de verkiezingen en de peilingen vlak voor die verkiezingen. En dan krijg je dit plaatje. De eerste kolom is de uitslag van de verkiezingen. De tweede zijn de peilingen. En de derde is hoe vaak een partij is genoemd op Twitter. En als je, zoals jullie kunnen zien, kwam dat echt bijzonder overheen. Bij drie partijen gaat het wat minder goed. Bij de VVD en de PvdA werd op Twitter echt minder vaak de partijen genoemd dan ze uiteindelijk zetels kregen. En GroenLinks scoorde als een tierenlier op Twitter. Terwijl die in de verkiezingen niet al te best deden. Maar goed, ik... bij de andere partijen doet Twitter het gelijkwaardig aan de peilingen of zelfs beter. Ja, gesteund door deze cijfers dacht ik ga hiermee verder. Maar ik zal even uitleggen hoe het werkt. We hebben beschikking over ongeveer 40% van alle Nederlandse tweets. Dat is een ander project, die verzamelt die dingen, die gebruiken wij. En die doorzoeken wij op partijnamen en op verschillende varianten die je kunt bedenken. Voor zover die gebruikt worden. En niemand zegt Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, want dan ben je al bijna door je 140 karakters heen. Maar PvdA die wordt wel op verschillende manieren gebruikt. En dan hebben we dit jaar een beetje vervelende partijen ertussen zitten. Voor wat betreft ons onderzoek, dat is DENK, omdat dat gewoon een woord in de Nederlandse taal is dat ontzettend veel gebruikt wordt. Dus wij filteren op allerlei uitdrukkingen met DENK. Zoals ik denk of denk eraan of nou ja, et cetera. Een heleboel kun je verzinnen, die halen we eruit. En dan nog blijven er een heel aantal over. Omdat op Twitter nogal vaak ongrammaticaal taalgebruik is. De premier denkt zeker dat wij gek zijn. Die kun je er nooit uithalen, dus daar compenseren we voor. We maken een schatting hoeveel dat ongeveer is en die halen we er ook af. Nou, dan nemen we de tweets van de afgelopen 10 dagen. Wat we ook zien is dat we pieken hebben in die tweets als er in het nieuws iets is wat heel veel aandacht krijgt. Bijvoorbeeld een tijdje terug toen stapte Art van der Steur op. Dan zie je dat die dag de VVD 75 zetels scoort in de Twitterpeiling. Nou, dat wil je niet. Dus die vlakken we af. Weer die VVD, hè? Dan tellen we hoe vaak de partij genoemd wordt. We berekenen de verhouding per partij. En dan kunnen we dat omrekenen naar zetels. Even kijken, dan heb je verschillen met traditionele peilingen. Er zijn een aantal grote voordelen. We hebben veel meer data. Elke dag wordt er 15.000 keer of zo getweet over een politieke partij. We hoeven niet naar mensen op zoek, aan wie we al die vragen moeten gaan stellen. Want mensen... uit zichzelf zitten ze altijd die telefoontjes van allerlei dingen te roepen. Het is veel goedkoper. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en een beetje tijd. En je kunt het doen. En het is continu beschikbaar. Dus elk uur krijgen we nieuwe data. Elk uur kunnen we onze peilingen updaten. Er zijn ook wel een paar nadelen natuurlijk. We hebben helemaal geen controle, bijna geen controle over de representativiteit. We moeten het doen met de mensen die op Twitter zijn. En dat is niet helemaal een representatie van de mensen die gaan stemmen. We kunnen niet een gerichte vraag stellen. De traditionele opiniepeilers vragen, als er nu verkiezingen zouden zijn, op wie zou u dan stemmen? Die vraag kunnen we niet stellen. Ze roepen een partij en we durven hem. Het is dus gevoelig voor die trending topics, zoals Art van der Steur stapt op bijvoorbeeld. Even kijken, dan moet ik hier ergens op klikken en dan krijgen we de website die we hebben gemaakt. www.stemming2017.nl. En dan, daar is die. Voilà, hier hebben we de zetelverdeling zoals die nu is.
Dus nou ja, het kan natuurlijk in de loop van de week nog anders worden. Maar zo gaat de Kamer er ongeveer uitzien. Oh jee. Kan er niks aan doen. Dankjewel, dat weten we dan vast. Ja. Mag ik mijn opmerking die kiesdrempel? Ja, je zei net al iets al over die representativiteit, want niet iedereen twittert. Nee. Maar je zei ook nog volgens mij dat je 40% van de tweets gebruikt. Welke 40%? Of hoe zit dat? Ja, die tweets die worden verzameld. Er zijn een aantal dingen waarop ze het doen. Er worden veel gebruikte Nederlandstalige of Nederlandstalige woorden die echt typisch Nederlands in de Nederlandse taal voorkomen, worden daarop tweets gefilterd. En verder worden van een heleboel gebruikers, waarvan men inmiddels weet dat het Nederlanders zijn, worden de tweets binnengehaald. En de schatting is dat er ongeveer 40% is. Van de Nederlandse Twitters. Ja, door Nederlanders getweet op zeker moment. Oké. En maar waarom ben je dit eigenlijk? Wat denk je dat dit toevoegt? Er zijn zoveel peilingen. Er werd al behoorlijk kritisch over peilingen gesproken. Nu komt er nog een peiling bij. Leg eens uit. Hoe rechtvaardig je dat? Ik was bezig met tweets en ik vond het gewoon een heel interessante bron aan. Het is echt een sociologische bron. Wat ik zo leuk eraan vind is dat één enkele tweet is vind ik eigenlijk vaak niet interessant. Hè, wat iemand tweet maakt niet zo leuk. Maar samen is het bevat het zoveel informatie. En ik las een artikel van Duitsers die dit deden. En die zeiden, oh, dit werkt goed bij de verkiezing Duitsland. Ik denk, goh, ik ga dat eens ook eens proberen. En het leek heel aardig te werken. En ik denk, nou, als ik nu een paar knopjes draai, dan moet ik Maurice Don naar huis kunnen sturen. En zodoende ben ik ermee verder gegaan. Maar is er een systematische manier waarop je kunt corrigeren voor die niet helemaal representativiteit en voor het feit dat bijvoorbeeld GroenLinks misschien systematisch veel meer wordt genoemd in tweets en dat zich niet verhoudt met het aantal zetels? Is daar een bepaalde formule voor die je dan gebruikt en dan dat het dan opeens beter uitkomt? Daar doen we onderzoek naar. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar leeftijd en geslacht van de twitteraars. Er zijn manieren om die automatisch proberen te bepalen. Hoe weet je dat? Het geslacht en de leeftijd van de twitteraars? Die kun je schatten aan de hand van de taal die ze gebruiken. Aha. En dat gaat voor geslacht gaat dat redelijk goed. Voor leeftijd is dat ietsje onbetrouwbaarder. We weten bijvoorbeeld dat van die politieke tweets 75% komt van mannen af. Terwijl bij de verkiezingen is het ongeveer 50-50. En dus daar kun je voor compenseren. Kun je zeggen, we laten de mannen iets minder zwaar meetellen en de vrouwen iets meer. Alleen dat heeft natuurlijk alleen groot effect als mannen en vrouwen echt heel anders zouden stemmen. Dat is ook weer niet zo. Dus het zijn kleine verbeteringetjes die je zo kunt maken. Maar als politieke partijen dit doorkrijgen en jouw Twitterpeiling wordt vaker en prominenter in de media genoemd, dan is het natuurlijk een goede manier om dit te manipuleren. Dan gaat er veel meer opeens getweet worden door bepaalde partijen misschien. Zodat ze jouw peilingen kunnen beïnvloeden. En dan is dat niet een manier om een mooie self-fulfilling prophecy te maken. Mijn droom is in eerste instantie dat dit zo belangrijk wordt dat ze inderdaad het proberen te manipuleren. Ja. ook als ik hier naar kijk, denk ik, nou, het kan wel even duren misschien. Maar er zijn ook wel manieren om daar rekening mee te houden. Ten eerste heb je het over grote aantallen. Dus als mensen het willen manipuleren, moeten ze dat ook echt met grote aantallen doen. En dat gaat gauw opvallen. Hè? En zeker als men het automatisch doet, dan kun je dat toch vrij makkelijk wel detecteren. Dat kun je eruit halen? Ja, denk ik.